oude meesters schildertechniek. We noemen het scumbling. En je... Ik dimp dus nu de rode kleur. Neemt hij op. Ja. Met een sponsdepje. Je dept dus de kleur erin. Met onregelmatig. Je kan dat met een spons. En dit doe ik met een de keukenpapier. Een keukenrol waar je een papiertje afhaalt. Ondergrond. En dit deden de oude meesters dus zoals Rembrandt of Titian. Heb ik gelezen wel vele keren. Turner bijvoorbeeld deed het wel 13 tot 14 keer met zijn zonsondergangen. En dit laat je dan weer drogen. En straks gaan we dan weer opbouwen van de parels.